Goedenavond, welkom bij Blik op Bezel. En vandaag in gesprek met wethouder Anouk Huis. Welkom. Dankjewel. Hoe gaat het? Heel goed. Het is zomer. Laatste weken voor de vakantie altijd druk? Altijd druk, ja. Ik vertelde net al gekscherend. Ik dacht dat dat echt typisch iets was van het onderwijs. Maar ik ben er inmiddels achter dat dat ook heel erg passend is voor de overheid. Het lijkt net alsof we voor de vakantie echt alles erdoor moeten krijgen. En dat merk je. Maar aan de andere kant is het ook wel een hele leuke tijd. Het is goed weer buiten, mensen zijn vrolijk. En dat straalt ook af op het werk. Ja, we hebben onderwerpen te bespreken. Want binnen uw portefeuille is gebeurd genoeg. Beginnen met het wonen. De modulaire woningen die zijn aangekondigd. Neem ons even mee, want een paar weken geleden kwam u met dat nieuws, of in ieder geval uw voorstel. Ja, dat klopt. Een aantal weken geleden zijn wij in de openbaarheid getreden over het voornemen van het college om circa 20 woningen, modulaire woningen, te ontwikkelen op de Wederikstraat. Dat is nu nog een grasveld. Daar zit al een bestemming wonen op. En daar kunnen we eigenlijk met een hele korte procedure op korte termijn woningen toevoegen. En die woningen willen wij toevoegen voor urgent woningzoekenden. Waarbij wij afspraken maken met woningcorporatie Nestor. Want daar doen we het als partner mee samen. Over drie doelgroepen die daar gehuisvest gaan worden. 1/3 urgent woningzoekenden uit de gemeente. Mm-hmm. Denk bijvoorbeeld aan gescheiden ouders. 1/3 statushouders en 1/3 Oekraïense ontheemden. En dat concept dat willen we gaan ontwikkelen. We staan echt nog aan de vooravond van die ontwikkeling. Dus we hebben wel met het college die locatie gekozen. Maar we zijn nog op dit moment samen met Nestor een marktconsultatie aan het uitvragen over wat voor soort woningen daar moeten komen te staan. En omdat we zo vroeg in die fase zitten, hebben wij op 7 juni een inwonersavond georganiseerd. Waarbij we ook de plannen hebben gepresenteerd vanuit de gemeente richting de omwonenden. Maar vooral ook op hebben gehaald wat er leeft in die wijk. Als het gaat over de zorgen en toch ook wel de onrust die er is. Ja, wat was wel ook wel wat kritische nood waren er. Hè? Ja, terecht. Er waren veel zorgen. Er was wat onrust ook over, is dit nou de beste plek om die woningen te realiseren op het grasveld? Dat beetje natuur wat wij daar nog hebben. En ik denk dat die zorgen er mogen zijn. Die zorgen zijn ook echt wel goed gehoord en heel erg goed genotuleerd, opgeschreven. En die nemen we ook mee in die marktconsultatie om de partijen uit te vragen op, is het mogelijk om bijvoorbeeld rekening te houden met het behouden van een gedeelte van het groen, bijvoorbeeld de bomen die aan de kant staan van de woningen. Is het mogelijk om voldoende oog te houden voor bijvoorbeeld verkeer, de balans in de wijk als het gaat ook over wat kan een wijk aan in druk op het netwerk. We gaan kijken naar hoe bijvoorbeeld de kwaliteit ook van die buitenomgeving een puls gegeven kan worden door bijvoorbeeld een toevoeging van een speeltuintje. Ja, dat zijn allemaal zorgen en overdenkingen van de inwoners die daar gedeeld zijn. Ja, en die nemen we ons uiteraard te harte. Want waarom is die locatie zo geschikt daarvoor? Ja, die locatie is geschikt omdat het een locatie is die in ons eigen eigendom is. Dus die hebben wij als gemeente tot onze beschikking. Daarmee hoeven wij dus geen gronden te verwerven. We weten dat op het moment dat je gronden moet verwerven, dan zit daar vaak een lang tijdsbestek mee, gaat daarmee gepaard. En aan de andere kant zit er ook al een bestemming wonen op. Nog niet de precieze bestemming, maar omdat die bestemming er al op zit, kun je heel snel die procedure doorlopen om daar in ieder geval een tijdelijke vergunning van te maken. En omdat wij nu zien dat die mensen op straat staan, hè, wij ervaren nu iedere dag dat er gescheiden ouders geen woonplek hebben, dat we statushouders moeilijk kunnen huisvesten en Oekraïners die komen soms echt letterlijk met de auto aanrijden bij het gemeentehuis aankloppen van help. Mm-hmm. Ja, die mensen willen wij heel graag huisvesten. En om dat zo snel mogelijk waar te maken, was het daarom die Wederikstraat, vanwege ons eigen eigendom en vanwege die bestemming die al paste, ontzettend geschikt. Ja. En wat is zo snel mogelijk? Ja, we hebben het in eerste instantie gehad over het realiseren in het eerste kwartaal van 2024. Dat is ook het scenario waar we uitgaan van geen enkele belemmeringen, geen enkele tegenvallers. Dat is natuurlijk altijd afhankelijk van een aantal factoren. Uiteraard mogen inwoners bezwaar maken. Het is ook afhankelijk van de marktconsultatie die we doen. Hoe snel kan ook een ontwikkelaar leveren? Het streven is dus het eerste kwartaal 2024. En hoe dat er precies uit gaat zien dadelijk in de uitwerking, of dat wellicht wat later wordt. Ja, ik proef al dat het heel ambitieus is. Dus en met wat bezwaren wordt het al snel vertraagd. Dan wordt het wel vertraagd, inderdaad. Ja. Andere woningbouwplan op de Heijakkerstraat. Ja.
Wat is daar de stand van zaken? Nou, daar hebben we eerder al over gesproken. Hè? Toen nog eigenlijk in het voorstadium van, goh, we gaan bouwen. Ja. Inmiddels loopt dat aardig. Wij hebben destijds een tweetal kavels gekenmerkt als kavels die we graag willen reserveren voor CPO-trajecten. CPO-trajecten, dat heet collectief particulier opdrachtgeverschap. Ja. Hè? Dan geef je eigenlijk inwoners de regie over, ga hier met elkaar een blok woningen ontwikkelen. Nou, inmiddels is duidelijk dat er één groep inwoners, viertal inwoners zijn, die zich aan het verenigen zijn om daadwerkelijk zo'n initiatief te ontplooien. Dus die zijn op dit moment heel erg druk met het maken van een daadwerkelijke groep. Ja, dat, echt een, dat is best veel werk. Dat is, ontzettend veel werk. Ik vind het ook echt bijzonder dat, dat deze inwoners daar hun schouders onder willen zetten, want het is veel werk. Zij moeten zich verenigen. En zij gaan dus echt daadwerkelijk over alles, van het schetsontwerp tot de kleursteen, tot de kleur voegen. Nou, eigenlijk over alles beslissen. En dat is veel werk. En aan de andere kant is het ook echt wel een kans. Want hierdoor kun je dus je woning zelf gaan ontwikkelen. Ja, wat worden het? Wat willen ze? Ja, wat ze willen, dat is nog ook voor mij nog groot onbekend. Ik heb wel eerder gehoord dat ze, het is een geschakeld geschakelde woonvorm op een rij. Maar hoe het er precies uitziet, ja, daar zijn zij nu nog niet. Ze zijn zich dus nu echt nog aan het verenigen. Maar ze zijn in ieder geval ontzettend enthousiast. Hebben ook zin om hun schouders eronder te zetten. En ze zien dit vooral ook als een kans om zelf die woning te gaan ontwikkelen. Want dat is normaal best wel complex. Maar op het moment dat je daar elkaar in vindt, brengt dat heel veel voordelen met zich mee. Al is het maar schaalvoordelen in bijvoorbeeld het inkopen van zo'n materialen. Daar is dus één plek voor gereserveerd en nog één dus ook. Ja, en nog één. We hebben afgesproken dat we na de zomer de balans opmaken. Op het moment dat die kavel niet voor een CPO-traject in aanmerking komt, of dat er geen CPO-groep is die zich daarvoor meldt, dan wordt die samen met de andere kavels, de vrijstaande woningkavels en de twee andere inkappers, aan het eind van het jaar via de notaris verloot. En dan zou het kunnen dat een projectontwikkelaar daar bijvoorbeeld woningen op gaat plaatsen. Ja, dat is dus later. Dat is later in het jaar, ja. Inderdaad. De school in Bezel, er zijn wat stappen gezet. Hè? Locaties gekozen aan de Solberg. Ja. Nu kunnen ze aan de slag, die teams, om tot één team te komen. Precies. En daar is een intentieovereenkomst voor getekend. Ja, daar is eind mei, was heel erg leuk, daar waren wij als gemeente ook bij aangesloten of voor uitgenodigd, is er tussen Kerelbij, het SPIK, basisschool het SPIK, en kinderopvang het Rovertje, die ook onderdeel gaan zijn van het Integraal Kindcentrum in Bezel, een intentieovereenkomst gesloten waarin zij met elkaar hebben uitgesproken, wij gaan samen dat onderwijsconcept van 0 tot 12 jaar dragen. En we gaan elkaar vinden in een gedeelde visie. Nou, die middag stond die gedeelde visie centraal. Het was vooral ook elkaar leren kennen. Want zowel het Rovertje als het SPIK werken wel samen, maar echt intensief samen. Die slag gaan ze nu nog maken. Er stonden mooie gesprekken op de planning, waarin vooral dan ook het ging over hoe kijk jij nou naar onderwijs, hoe kijk jij naar opvang. De oudere vereniging was er ook vertegenwoordigd. Ja, want zij willen ook heel graag naar die Solberg toe. Die willen ook heel graag naar die Solberg toe. Dus het was echt heel mooi dat wij daar met de vier partners die daadwerkelijk ook al commitment hebben in dat gebouw, de oudere vereniging, het Rovertje en uiteraard de school en de gemeente daar samen waren. Die intentieovereenkomst is getekend. Daar gaan het SPIK en het Rovertje enthousiast mee aan de slag in de verdere uitwerking om ook te komen tot die visie, die gedeelde visie samen. En aan de andere kant, vanuit de gemeente loopt op dit moment een traject om een projectbegeleider te vinden die ons ook daadwerkelijk gaat begeleiden in het project, in de ontwikkeling van die school. Want dat moet dan een integraal kindcentrum worden? Dat moet een integraal kindcentrum worden, waar ook bijvoorbeeld die oudere vereniging een plek gaat krijgen. Maar er ligt bijvoorbeeld ook een motie vanuit de gemeenteraad. Onderzoek of er een gymzaal geplaatst kan worden in datzelfde concept. Dus dat gaan we allemaal onderzoeken. Na de vakantie is die projectbegeleider bekend. En dan gaan aan de ene kant een aantal procedurele zaken lopen. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van contracten. Wie is voor wat verantwoordelijk dadelijk als het gebouw staat? En we gaan dan het programma van eisen opstellen. En dat is eigenlijk heel praktisch. Hoe gaat het gebouw eruit zien? Wie gaat er gebruik van maken? En welke faciliteiten moet het voldoen? Nou, dat gaat lopen na de zomer. Ja. En de volgende foto die wij hebben als achtergrond, staat hier ook weer met een document in de handen. Want dit is voor een speciaal project waar de gemeente Bezel zich heeft verbonden voor langere termijn. Klopt. De foto die we net zagen, dat is de overeenkomst, de JOG-overeenkomst die we hebben gesloten. Jongeren op gezond gewicht. Ja. Daar zijn wij als de gemeente Bezel al langer dat tijd. Dat is die nog van het. Ja. Oh, ja. Die moet je even de andere doen. Ja. Deze foto inderdaad. Ja,
Wij zijn als gemeente Bezel al langere tijd onderdeel van die aanpak, jongeren op gezond gewicht. En die aanpak die zet zich in, nou, voor wat de naam ook al zegt, jongeren op gezond gewicht. Eerder deden wij dat steeds verlengen met een jaar, maar daarvan hebben wij gezegd, eigenlijk is dat gek, want wij zien dat die aanpak om een lange adem vraagt. Op dit moment zien we 16% van de jongeren voldoet aan de beweegnorm. 31% van de jongeren eet voldoende groente en fruit. Nou ja, er is voldoende ruimte voor verbetering als het gaat over die gezonde leefstijl bevorderen bij jongeren. En omdat dat die lange adem vraagt, hebben wij als gemeente Bezel, als eerste kleine gemeente in Nederland, gezegd, wij gaan voor een onbepaalde tijd een overeenkomst aan met het initiatief JOG. Omdat wij zien dat er meer nodig is dan steeds per jaar vooruitkijken naar de toekomst. Om zo ook op langere termijn afspraken te kunnen maken. We willen op lange termijn afspraken maken. En wij zijn ook heel erg gecharmeerd van die aanpak. We zien ook echt dat er een aantal initiatieven al ontplooid zijn in onze gemeente. Een voorbeeldje? Nou, denk aan het groenteboxjesproject dat wij hebben binnen de kinderopvang. Daarmee komen kinderen maandenlang in aanmerking met allerlei soorten groenten. Kunnen ze groentjes verdienen, stickers verdienen. Ontzettend leuk om ook voor de kinderen om iets een soort winconcept mee te hebben. Maar daarmee leren zij vooral op hele jonge leeftijd al hun smaakpapillen ontwikkelen als het gaat over groenten. Zo hebben we ook bijvoorbeeld met het consultatiebureau een project lopen ten aanzien van het drinken van water vanaf een jonge leeftijd. En onderzoeken we bijvoorbeeld met de basisscholen op dit moment of wij gezonde lunches kunnen gaan aanbieden op de scholen. Ja. Nou, dat zijn allemaal dingen die onder dat jongeren op gezond gewicht concept vallen, maar waarbij wij als gemeente ook begeleiding kunnen krijgen. Begeleiding die zij kunnen bieden vanuit hun expertise en hun kennis. En ja, daarvan denk ik, daar moeten wij gewoon langere tijd het commitment in uitspreken. Want dat gezondheidsvraagstuk is er niet alleen nu, maar dat is er voor de komende jaren. En vandaar dat ik wel heel erg trots ben dat we die overeenkomst hebben kunnen tekenen. En die onbepaalde tijd, ja, dat is echt onbepaalde tijd. Dat is echt onbepaalde tijd. Wanneer het stopt, weet u niet. Nee, nou, laten we, wat mij betreft is de ambitie als die 16% beweegnorm en 31% groentenorm op 100 zit. Nou, dan mogen we het wat mij betreft dus gaan hebben over een afronding van deze. Dat lijkt nog even heel veel weg, helaas. En dat is het ook. Ja. Ja, dus reden te meer om daar de schouders onder te zetten. Ja. Woonzorgvisie. Wordt ook opgesteld? Die wordt opgesteld. Is opgesteld zelfs. Hij ligt over 2 weken ter besluitvorming voor aan de raad. En nou ja, ik denk dat wij een heel mooie visie op hebben geleverd in hoe wij als gemeente Bezel de komende jaren aankijken tegen woningbouw, een nieuwe ontwikkeling, bestaande voorraad, maar zeker ook de combinatie van zorg en leefbaarheid daarbij. Heel concreet, als we het hebben over nieuwe voorraad, gaan wij tot 2030 500 woningen bouwen. Dat is in ieder geval de ambitie die wij daarin hebben opgenomen. Dat is een ambitie die verder gaat als de oorspronkelijke groei die we zouden verwachten. Mm-hmm. Maar daarmee steken we als gemeente Bezel ook heel erg de nek uit om gewoon te zeggen, goh, wij pakken meer dan nodig is. Waarom? Wij zien dat er een grotere opgave ligt dan dat wij oorspronkelijk hadden gedacht. En wij willen heel graag ook, naast de reguliere woningbouw die we al ontwikkelen, een doelgroep aanboren die nu op dit moment gehuisvest is in Eindhoven, in Nijmegen, waarvan wij zien dat die vanwege het werk daar gaan wonen. Maar we zien ook dat die gemeentes langzaam vollopen. En wij denken dat wij in gemeente Bezel, maar zeker ook in de regio Noord-Limburg, een hele mooie uitvalsbasis zijn voor die mensen. En vandaar dat we ook hebben opgeschreven in die visie van, ja, laat die mensen dan ook maar komen. En wij zijn bereid voor een stukje van die ambitie ook voor die mensen te gaan bouwen. Ja. Uiteraard daarmee ook met de eigen inwoners. Ja. Maar dat maakt die optelsom dat we ook daadwerkelijk aan de last staan voor 500 woningen. En die aantal woningen die staan ook in dat akkoord dat u heeft getekend met de Nederlandse gemeente en met de minister? Ja, daar hebben wij inderdaad namens de provincie Limburg getekend voor dikke 26.000 woningen. Die woondeal, ja. En die zijn weer terug te rekenen naar de regio Noord-Limburg. En die zijn weer terug te rekenen naar gemeente Bezel. En daar hebben wij inderdaad toen ook gezegd, 500 woningen, daar gaan wij voor aan de lat staan. En lukt het ons om nog wat meer te realiseren, dan kijken wij ook niet weg. Zeker als die behoefte er is. Maar die 500 woningen met een stuk extra ambitie, ongeveer 30% van die 500 woningen is echt aanvullende ambitie, daar gaan wij voor aan de lat staan. En aan de andere kant hebben wij natuurlijk ook daar veel passages over opgenomen. Over hoe kijken wij nou ook naar bijvoorbeeld de oproep van de minister over blijf nou langer thuis wonen. Ga niet direct naar een verzorgingstehuis of ga niet direct naar een ander soort huis, want daar is te weinig capaciteit. En wat staat daar over in het plan? Hoe denken jullie daarover? Nou ja,
daar zijn nog veel vraagtekens. Wij realiseren ons dat we daar veel beroep zullen moeten gaan doen op de netwerken van mensen. Wij gaan bijvoorbeeld ook heel actief uitdragen dat wij voorstander zijn van premantelzorgwoningen. Ja. Dus woningen die tijdelijk bij een bestaande woning worden neergezet. Om ervoor te zorgen dat je eventueel voor je ouders zou kunnen zorgen als dat nodig is. Aan de andere kant zien we ook dat er in met name Bezel nog geen woonzorgconcept is. En hebben wij ook echt wel de behoefte om, zeker gezien die leefbaarheid, daar dat concept ook te ontwikkelen. Want we zien ook dat op het moment dat je uit je eigen kern, waar je al jaren woont, wordt getrokken, ja, is dat ook niet bevorderend voor je gezondheid. En veel mensen willen in hun eigen kern blijven wonen. Dus ook daar kijken wij niet weg voor de vragen die er ook vanuit de inwoners liggen. Want daar begint het natuurlijk. En hoe vervelend is het dat je 80 jaar in de gemeente of in Bezel hebt gewoond en vervolgens of naar Reuven moet verhuizen. Of sterker nog, het gebeurt ook wel eens dat je echt naar een heel andere gemeente moet verhuizen. En dat willen wij in ieder geval gaan voorkomen. Ja. Tot slot, u bent flink gevallen de afgelopen periode. Maar geen blessure. We zien het hier achter u. U heeft deel genomen aan een valpreventie. Ja, u dacht, wat zegt hij nou? Ja. Nee. Maar dat is wel zo, hè? Ja, met de judoclub. Dat klopt, ja. Wij hebben als gemeente Bezel samen met de regio Noord-Limburg een regionale valpreventie waar wij bij aangesloten staan. Dat heet Stevig Staan. Nou, dat is voor 70-plussers die een verhoogd risico hebben op vallen. Oh, daar gaat u. Nou, daar ga ik. Zeer zo'n hand. Een verhoogd risico hebben op vallen. En de judoclub heeft gezegd, nou ja, die 70-plussers, dat is een goed initiatief. Maar wij willen dat ook graag voor mensen aanbieden die 65-plus zijn. En die misschien niet dat verhoogd valrisico hebben, maar die wel heel graag willen werken aan een stukje mobiliteit, aan een stukje spierkracht, maar ook aan het voorkomen van vallen op latere leeftijd. Nou, en de judoclub heeft dat met zeker bewegen, zo heet dat concept, aangeboden. Dit keer, de eerste keer, in de kern van Bezel. Die hebben nu een aantal bijeenkomsten gehad. En ik dacht, zij waren daar zo enthousiast over. Ik wil een keer gaan kijken en gaan meedoen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik daar naartoe ging met het idee, nou, ik laat me ook een paar keer op die mat vallen. Hebben we een leuke middag gehad. Maar ik moet zeggen dat het zweten was. Er waren ongeveer 12 inwoners uit de kern Bezel. Allemaal 65-plus. De oudste was 92 jaar. En daar werd gewoon krachttraining gedaan. Buikspiertraining, tikspellen. Jullie zien de dikke matten liggen. Er werd echt op gevallen. Ja. En ongeacht de leeftijd, iedereen deed enthousiast mee. Dus het was een prachtige bijeenkomst. Ik denk dat het ook heel nuttig is. Want je merkt ook echt dat mensen na 4, 5 keer al veel bewuster zijn over kleine dingen als het gaat over vallen. Stel je struikelt, doe bijvoorbeeld de kin op je borst. Nou, allemaal die kleine dingen, die merkte ik al dat er al helemaal in zat. En misschien nog wel het belangrijkste, na die training werd er samen met die twee initiatiefnemers van de judoclub Reuver een bakje koffie gedronken, werd er gezellig nagepraat. En toen gaf ook een van deze inwoners aan, ja, ik kom eigenlijk niet uit Bezel. Ik ben ook nog wel een beetje onbekend, maar door deze momenten leer ik ook mijn netwerk weer beter kennen en breid ik mijn netwerk uit. Dus ik ben super enthousiast over dit concept. En na de vakantie gaat ook zeker bewegen naar de kernen Reuver en Offenbeek. Dus iedereen die interesse heeft om daarbij aan te sluiten, doe dat vooral. Want het is en heel nuttig. We weten allemaal dat als je valt op latere leeftijd, dat het vaak ook flink hard gaat. Hè? Dat het soms ongelukkig terechtkomen. Maar aan de andere kant is het ook gewoon heel erg leuk als het gaat over sociale contacten en je netwerk uitbreiden. Laten we even kijken hoe dat eruit zag. Ja. Ouderen in de gemeente Bezel volgen de komende tijd een valpreventieprogramma. Het is voor de kwetsbare doelgroepen belangrijk om bepaalde reflexen aan te leren, zodat de kans op ernstige blessures kleiner wordt. De zeker bewegen training wordt georganiseerd door judoclub Reuver. Nou ja, in een aantal weken, 10 tot 12 weken, nemen we mensen mee om het basisvaardigheden te leren. Dat gaat over coördinatie, dat gaat over zelfvertrouwen, dat gaat over spierkracht en de combinatie daarvan. En ook heel vaak gewoon in relatie tot de alledaagse dingen die je doet. Mensen daarmee helpen, dat is eigenlijk wat we heel erg leuk vinden in dit programma. Donderdag was ook wethouder Anouk Huis van de gemeente Bezel aanwezig bij de valpreventietraining. De gemeente kent het belang van leren vallen en daarom ondersteunt het dit programma. We zien dat als oudere mensen vallen, dat het vaak goed fout gaat. En dat kan voorkomen worden als je weet hoe je moet vallen. Of als je daar in ieder geval een aantal tips voor hebt gekregen. Nou, en de judoclub heeft op hun initiatief in het verlengde van een regionaal initiatief gezegd, goh, de mensen die eigenlijk nog niet die leeftijd hebben om daarvoor in aanmerking te komen of daar nog
te vitaal voor zijn. Die gaan wij daarin ook begeleiden om te voorkomen dat als zij vallen, dat zij hard vallen, dat zij die val kunnen breken. Ja, en als gemeente zijn wij natuurlijk ontzettend voorstander van dingen voorkomen. Want je wil natuurlijk liever dat mensen hun val kunnen breken dan dat ze in het ziekenhuis terechtkomen. En vandaar dat ik hier vandaag ook aansluit om eens te kijken en ook zelf te ervaren van wat betekent dat nou eigenlijk, zo'n val breken. De deelnemer met de hoogste leeftijd is 90 jaar. Ze kreeg de kans aangeboden om mee te doen en die grijpt ze met beide handen aan. Ik heb wel een keer een valpartij gehad en al is een heup gebroken, maar dat is goed gekomen. Het lijkt me wel nuttig. Ja, wat hebt u geleerd al tot nu toe? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Blijf een beetje in beweging, dat voel je wel. En je krijgt wat meer vertrouwen, wat meer balans. En dat merk ik wel, ja. Maar u bent niet angstig dat er weer opnieuw een valpartij komt? Nee, want ik let wel goed op. En ik neem alle mogelijke voorzorgsmaatregelen die je kunt nemen. Maar verder leef ik toch gewoon mijn eigen leven nog wel, ja. Leren vallen staat dus centraal tijdens de training. Maar dat is niet het enige dat belangrijk is. Ja, het enthousiasme is heel erg leuk en de wisselwerking is heel erg leuk. Ontmoeten vinden we ook belangrijk. Hè? Want doelgroep ook natuurlijk die vaak het kans heeft om te vereenzamen. En dat is ook de reden waarom dat we achteraf heel erg bewust de ruimte en de tijd nemen, zoals nu ook achter me ziet gebeuren. Ja, om met elkaar een kop koffie te drinken, even na te babbelen, nog te lachen. We hebben toch allerlei dolletjes uitgehaald onder de lessen. Want fun is natuurlijk heel erg belangrijk en fun en bewegen, ja, dat gaat heel erg goed samen. Ja. Wethouder Huis deed zelf ook mee met de training van donderdag. Ook voor haar was het even flink doorbijten. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat het mij heel erg opviel hoe intensief het was. Want ik dacht, even gekscheren, nou, ik kom wel even meedoen. Maar er werd ook echt wel krachttraining gegeven. Ik heb ook onderschat hoe spannend het is om zo'n dikke mat op te vallen zonder je op te vangen met je armen. Want dat is toch het eerste instinct wat je hebt. Dus ik moet zeggen dat ik ook heel veel respect heb voor alle deelnemers die tot en met 90 jaar hier iedere week weer aan de slag gaan. En zonder angst ook die mat opvallen. Dus ik ben onder de indruk. Bent u zelf ook iemand die ooit hard is gevallen? Ja. Nee, ik stoot me vooral hard, want ik ben gewoon ontzettend lomp. Maar nee, ik heb wel een oma gehad die op een gegeven moment niet meer heel goed kon. En die ik een keer onder het bed gevonden heb bijvoorbeeld. Die zelf niet meer kon opstaan. Zij had gelukkig niks gebroken. Maar dat maakt wel weer inzichtelijk hoe fijn is het als je zelf weer kan opstaan. En des te belangrijker is het dat het initiatief er is. En super trots ben ik dan ook op de judoclub. Dat zij echt heel belangeloos dit initiatief ondersteunen. En iedere week weer in een vrije tijd hier ook komen staan. Doorbijten moesten de instructeurs ook. De deelnemers zijn behoorlijk fanatiek. Nee, ik heb vandaag meegedaan. De weersomstandigheden zijn fantastisch. Dus ik mag nog even nazweten vandaag. Hè, een van de deelnemers van 90, die hielp me nog even flink aan het werk. Ja, dat is superleuk. En dat samen bewegen en samen zijn is denk ik ontzettend belangrijk. En ik ben ook heel erg blij dat de gemeente het initiatief dat we daartoe hebben genomen ondersteunt. En het past ook heel mooi in het straatje van Stevig Staan, een ander programma gericht op valpreventie. Ja, wat meer in een andere doelgroep zit. En wij proberen juist te voorkomen dat mensen gaan vallen. En als ze dan eenmaal gevallen zijn, de tips meegeven hoe ze weer op kunnen staan ook. Dit valpreventieprogramma duurt tot vlak voor de zomervakantie. Daarna wordt in Reuver en Offenbeek een soort gelijkproject opgestart. Het streven is om het programma in de gemeente permanent te laten doorlopen. Ja, dat was flink vallen, maar ook heel veel geleerd dus. Ontzettend leuk, ja. Ja. Wellicht heb ik het, kan ik het zelf ook nog eens toepassen op de wielrenfiets. Wie weet, ja, hopelijk niet vallen, want dat is natuurlijk stap 1. Nee, dat is nooit eens. Dankjewel voor de komst en heel veel succes de komende tijd. Met veel alle fijne projecten en natuurlijk al het moois wat er in de gemeente Bezel ook te komen staat. Dankjewel. Dankjewel, Bart. Tot zover deze uitzending. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week.